Wat een verschrikkelijk racistisch gedrag vertoon jij. Doe alsjeblieft normaal. Gravin Eloise van Oranje ontvangt veel steun op sociale media voor haar actie in een sociaal experiment in een nieuw programma van Omroep Pound. Op verschillende momenten werd er een zeer racistisch gesprek in scène gezet op een terras in Amsterdam door twee programmamakers en actrice Noël van Kleef, terwijl een verborgen camera alles opnam. Op een bepaald moment zat de gravin toevallig, volgens de programmamakers, ook op het terras met haar vrienden en luisterde ze mee naar het gesprek. Terwijl Eloise luistert, kan de 20-jarige zich niet inhouden. Wauw, ik ga hier iets van zeggen, zegt ze terwijl ze opstaat en naar een jongen loopt. Schat, mensen moeten jou even op je plek zetten. In het nieuwe programma In Your Face onderzoeken YouTubers Jaap Gunning en Benjamin Biernink waar de morele grens van omstanders ligt. Ze zetten acteurs in om racistische en discriminerende gesprekken in scène te zetten, waarna ze de reacties van omstanders filmen met een verborgen camera. Of het nu in scène is gezet of niet, racisme komt in allerlei vormen en maten voor, zegt Hanneke Velte, onderzoeker bij Movisie die zich bezighoudt met effectieve bestrijding van discriminatie. Het is cruciaal dat mensen ingrijpen. Als je ziet dat anderen ingrijpen, ben je zelf ook sneller geneigd dat te doen. Mensen zijn nu eenmaal sociale wezens, stelt Velte. Onderzoek toont echter aan dat mensen vaak aarzelen om in te grijpen, uit angst voor de reactie van anderen. Daar had de gravin minder last van. Gelukkig maar, zegt de onderzoeker. Voor twintigers die haar op sociale media volgen, is dit een belangrijk voorbeeld. Ze stelt hiermee de sociale norm van ingrijpen in dit soort situaties. Een goed voorbeeld doet dus echt volgen. Velte, inderdaad. Als jouw rolmodel, degene naar wie je opkijkt en met wie je jezelf identificeert, ingrijpt, wordt dat de norm. Velte merkt op dat mensen vaak wel willen ingrijpen, maar niet weten hoe ze dat moeten doen en daarom maar niets zeggen. Er zijn een paar dingen die we moeten leren om uiteindelijk die stap te durven zetten. Namelijk, leren herkennen, gemotiveerd zijn om in te grijpen en de vaardigheden hebben om het te kunnen. Grijp in, juist als het je niet persoonlijk raakt. Ik hoop dat mensen niet alleen opkomen voor hun eigen problemen, maar ook voor die van anderen, zegt actrice Van Kleef aan het begin van de aflevering. Daar slaat ze de spijker op zijn kop, volgens onderzoeker Velte. Het is ontzettend belangrijk dat de juiste persoon ingrijpt. Velte, het is nog effectiever als juist degene die niet persoonlijk geraakt wordt, er iets van zegt. Stel dat een groep heteroseksuele jongens scheldt over homo's, dan heeft het vaak minder impact als een homojongen er iets van zegt. Juist als een heteroseksueel persoon zegt, hey, dit is niet oké, heeft het echt invloed op het gedrag van de ander. De actie van de gravin op het terras in Amsterdam is daarom zo belangrijk, vindt Velte. Het stelt een nieuwe sociale norm. Als niemand iets doet, lijkt het alsof het acceptabel is. Zelfs in kleine situaties is dit belangrijk, als er op je werk een racistische of discriminerende opmerking wordt gemaakt en niemand er iets van zegt, gaat die persoon ermee door. Ingrijpen heeft echt impact, concludeert Velte.